dikke Tormos. 50 cc blok. Ja, en een 65. Stuk op de juik laten. En een afgetrapt frame. Ja, dit is vrij verrot volgens mij. Oké, zou deze dan? Ziet er beter uit, zeg maar. Mooi. Hey, zat er toevallig nog een sleutel bij of niet? Nee, daar geen sleutel meer aan. Hoe staat er jullie anders aan? Ja, ik stond nog wel altijd op contact. Oh. Zekering is te loor. Hoe de fuck gaan we aan mijn zekering komen dan? Een zekering 10. Wel, vonkje. Hou je bek. Ja. Auw, kreeg je nog school? De ding hebben we dus net precies gekocht. Hij was kapot. Ik heb een andere zekering erin gedaan en het vond ze een mythe. Dit is fijn. Oh, er zit gewoon allemaal blad onder. Hij is begrensd. Zit er nog een ringetje in? Tamme herder, heeft hij gewoon standaard gereden. Look at this dude. Ik gok dat dit het moment is. Hij vond, schone carrouteur, oude diesel erin. Fucking 10 minuten werk. Mooi. Volgende middag is het poging 1 om deze daaronder te doen. Dat daar is dus typisch een gouden ding. Nou, hé, daar is die. Ja, godverdomme zeg. Kurwa. Vasthouden? Ga ik hem nu aanzetten? Moet hem er wel op. Dan kan ik ook wel kijken of die staat, maar plop. Dus nu alleen maar benzine en dan rijdt-ie. Oh ja, en uitlaat-ie. En kettingkie. En carburateur-tie. Oh ja. En dan loopt-ie. Diek jongen. Kijk, we laten hem onderlangs, want dat is het dik. Net zo, man. Oh, hij zit ook wel in de bak. Oh ja, er zit nog die ketting op. Er zit geen ketting op. Maar hij loopt wel. Ja, hij loopt wel. 65 cc's. Gratis en voor niks voor 100 euro. Oh ja, carburateur moet vast. Carburateur is ook niet vast. Lekker, man. Van de kant, ja. Oh, die past mooi. Die kan sowieso 300 Newtonmeter koppel. Maar beide blokken lopen dus. Voor een goede paar uur werk. Dus iemand nog blokken kopen?